Wat ik merk bij jou in het debat, dat is dat op het moment dat jij bekritiseerd wordt op je kwetsbare punten, dat je theater maakt en dat je niet inhoudelijk reageert. En daar zit jouw zwakte. Meneer Fortuyn, ja. U bent een slecht verliezer, hè? Hoezo? Zoals u deed tegen Rozemuller aan het eind. Maar u bent een etter, mevrouw. Dat zegt u, ik kan het niet verstaan. Ik doe dat gewoon niet. Ja, maar u geeft niet eens een hand als iemand opmerking maakt die u niet bevalt. Als ik dus in een racistische hoek word geplaatst, dan geef ik iemand geen hand. En mag ik nog één ding vragen? Wat vond u van het weerwerk van Melkert en Dijkstal? Mevrouw Fortuyn. Meneer Fortuyn, kan ik nog één vraag stellen? Nee, u niet. Meneer Fortuyn. Voorzitter Rijnmond. U bent dus echt een slecht verliezer, hè? Als u niet eens mijn antwoord wil geven. Ga lekker naar huis koken. Veel beter.